een A4 tussen een stapel papier. Dat is de eerste indruk die je maakt. Op basis van jouw cv beslist een potentiële werkgever of jij op gesprek mag gaan. Of niet. Zorg er dus voor dat jouw cv indruk maakt. Een leesbaar cv heeft een duidelijke structuur en is inhoudelijk to the point. En is best ook aangepast aan de job waarvoor je solliciteert. Je bent meer dan een profiel. Probeer je persoonlijke, professionele zelf te zijn. En dat begint met de juiste foto. Daarnaast kan je ook relevante hobby's toevoegen. De nadruk ligt hier wel op relevant. Als niemand weet wie je bent, kan niemand je bereiken. Start dus met je persoonlijke informatie en contactgegevens. Behalve als je huurmoordenaar wilt worden, dan laat ik je persoonlijke gegevens beter achterwege. Maar jouw werkgever wilt ook weten wat je gestudeerd hebt, wat je al gepresteerd hebt en over welke vaardigheden je beschikt. Hard skills leer je op scholen van de job. Soft skills die zijn een verlengde van je persoonlijkheid. Beide zijn belangrijk voor je werkgever. Wil je aan de slag in de creatieve sector? Zorg er dan zeker voor dat je cv vergezeld is van je portfolio en laat zien wat je kan. Een cv dat makkelijk leesbaar is, scoort beter. Gebruik daarom titels en ondertitels. Gebruik voldoende witruimte en gebruik een duidelijk lettertype. Comic Sans, dat is enkel als het ironisch is. Afhankelijk van de job waarvoor je solliciteert, kan je cv creatief en kleurvol zijn of is een sobere stijl meer the way to go. Je hebt je cv goed verzorgd en met liefde en ervaring grootgebracht. Nu is het tijd om los te laten. Stuur jouw cv als pdf naar de juiste contactpersoon. Zo lig je zeker op de juiste stapel en blijft jouw zorgvuldig gekozen opmaak bewaard. Wil je meer carrièreadvies? Ga naar stepstone.be.